Bram! Hey Sander, hoe is het? Hoe is het? Nou ja, helemaal goed. Je ziet er scherp uit, man. Ja, ik blijf altijd in training, dat is helemaal goed voor mij. Dat. Ik ben dagelijks met mijn zaak bezig en als ik er ben, dan eet ik een zak patat. En dan zo'n lichaam? Ja, nou ja, als je niet overdrijven. Fantastisch, man! Hey, nou laat maar een patatje nemen. Ik ben er wel blij mee, ja. Lijkt me ook heerlijk. Ik neem lekker een patatje met die echte mayonaise, die vind ik heerlijk. Van, ja. Ik ook, en maar dan speciaal. Kun je erbij? Ja, natuurlijk. Extra mayo. Mag ik je deze keer trakteren? Nou, dat mag wel hoor. Ja, hey, het is een leuke tent dit. Hoe lang heb je deze al? Deze staat iets meer dan een jaar nu. Dus, ja. En dit is de, ja, eigenlijk anderhalf jaar denk ik wel. Dit was de eerste Bramse die we geopend hebben. Ik heb de brandbedrijfje omhoog gebracht en dit is iets van mijn compagnons eigenlijk, die dit verder doorzetten. Zo, dankjewel. Hij ziet er weer heerlijk uit. En speciaal een extra mayonaise. Super. Eet smakelijk. Hey Bram, dan zit je al 50 jaar in het vak. Ik ben eigenlijk opgegroeid op de markt in Rotterdam. Mm-hmm. En daar was ik als ventje van 9 of 10 jaar, moest ik mijn vader al helpen. En eerst mocht ik alleen maar buiten staan met een flesje cola of wat anders, een beetje limonade in de zomer. En aan de hand mocht ik dan aardappels gaan hakken. Toen ik een jaar of 13 was, mocht ik gaan bakken. En zo ben ik helemaal alle stapjes doorheen gegaan, dus eigenlijk ben ik al langer bezig. Maar toen ik 18 werd, op die dag ben ik voor mezelf begonnen. Zeg eens eerlijk, had je verwacht dat het zo groot zou worden? Nooit natuurlijk, ja. Ik vind het ook een beetje overdreven als je zegt zo groot. We hebben nu 40 winkels, zeg maar, en we zijn nu heel erg bezig met de containers om te doen. En hier hebben we hele grote plannen mee. Dus, we willen hiermee over de wereld eigenlijk. Ja? Ja, en er is heel veel aandacht voor geweest. Er zijn ook heel veel mensen bezig kijken uit China, Noorden, overal vandaan, Duitsland, noem maar op. Nou, als je China aan de patat krijgt, dan... Ja, ze zijn wel 10 keer geweest met een hele grote delegatie. Ja? Ik denk dat als je nu naar China gaat, dat op die winkels die zij hebben, dat daar patat in zit. Alleen daar staat een blam. Hey. Blamladage. Ja. Ja. Heb je wel eens een foutje gemaakt? Oh jee, schrei uit. Vertel eens. Ik denk niet dat ik voor niks grijs ben. Ik heb pizza's gedaan en de eerste pizza winkeltje deed het prima. Een combinatie van patat en pizza. En dat liep hartstikke lekker. Alleen toen openden we de 7 achter elkaar met nieuwe winkels. Dat alle winkels die we konden huren, die waren te groot voor alleen patat. Ja. Dus deden we dat erbij. Na 7 winkels werd het ons duidelijk dat ja, de aanloop is hartstikke goed. Maar er komen geen nieuwe klanten bij. Dan zie je het alleen maar minder worden en dan is het weer ineens niet rendabel. En voor patat, daar komt iedereen voor terug. Dat blijft komen. Ik heb verschillende ijsconcepten geprobeerd. We hebben jongsleden nog een heel groot restaurant in het Nationale Nederland gebouw geëxporteerd. Ook niks geworden. Boterham Express hebben we een aantal jaren gehad. Was in het begin heel erg goed. Alleen de laatste jaren zijn er zoveel broodformules bijgekomen. Dan wordt de spoeling toch wel een beetje dun. Nou, wij hebben gewoon het verleden jaar besloten, nou jongens, pam, stoppen met alles, alleen patat. Dus eigenlijk ben je gewoon geboren voor de patat. Ja, dat is zo, ja. Je moet verder niks anders doen, want dat wordt allemaal niks. Ik heb een patatleven achter de rug. Ja, precies. Dat is wel lekker trouwens, zeg. Ja. En die mayonaise is ook lekker. Oh. Als je de buitenkant die is hard en de binnenkant die is meuig. Als je die eruit knijpt, dan zie je er gewoon aardappels eruit komen, zeg maar. En dat maakt het lekkere van onze patat. En dat kan je nooit met een voorbak voor elkaar krijgen. Dat is gewoon het geheim van de smid. Vers. Dus je hebt eigenlijk hier nu gewoon het geheim ontrafeld? Ja, dus het geheim van 50 jaar Bram Ladage. We hebben geen geheim. Je moet er gewoon bij blijven en je moet goed op de juiste manier bakken. Lekker hoor. Mm. Maar dat is ook iets wat je altijd aantrekt, hè? Ah man, dat... Duiven. Daar hebben ze ook een, kijk, weer zo'n manken. Ja, 1 duif, dat zou niet zo erg zijn, maar als de mensen ze beginnen te voeren, dan komen er meer en dan blijven ze gewoon in de buurt. Ja, voor sommige opa's en kleinkinderen is het een soort traditie geworden, een brammetje voeren aan de duiven. Maar die moeten dan toch maar naar Italië. Lekker op het plein daar, zo in Venetië, daar heb je er heel veel. Vroeger bij mijn vader moest je in een klein zakje waar nu een kroketje in gaat, moest je patat in scheppen en dan een zak er patat op doen en een beetje omhoog knijpen zo en zo doen, dan leek het net een grote zak patat. Maar er zaten maar 5 patatjes in. Ik heb toen ineens gezegd van joh, ik ga dubbel rekenen, maar ik geef een hele grote zak patat. Dus eigenlijk is deze puntzak jouw uitvinding? Ja, ik ben er wel als eerste mee begonnen. Er waren natuurlijk wel grote puntzakken,
Maar die waren meer voor koekruimels en zo. En, maar ik heb die zakken toen genomen, maar het was wel een hele show. Ja. En met die show, het is niet alleen het patatje, het is ook de show, je uitstalling, hoe je alles maakt, dat hoort er allemaal bij. Nou, bij alle grote zakenmensen ook wel dippen gekend. Heb jij wel eens een diep dal gekend? Verschillende. Verschillende wel. Ik heb een paar keer afgebrand. De eerste keer op de Sendermarkt met een verkoopwagen. Een van de personeelsleden ging gas verwisselen. Die stond naar mooie vrouwen te kijken en die stond maar te draaien. En die draaide eigenlijk een slang kapot. Dus die stapt binnen, op het moment dat hij naar binnen stapt, pang! Zo. En stonden daar 8 batterijen aan, zeg maar. Dus alle 8 flessen. En die stonden dan alle 8 te blazen natuurlijk. Dus binnen een paar seconden was het vuur er naartoe gegaan. Want we stonden ook buiten te bakken omdat we niet bij konden houden. En toen was de hele wagen in de hens waar ik in stond, helemaal zwart. Van mijn gezicht, van daar, dat ik zo glad ben, zeg maar. Ja, heb je brandwonden er dan over? Ja, tweede graad was ik helemaal verbrand. Mijn handen en voor de rest had je natuurlijk je kleren aan, maar mijn gezicht wel en mijn handen. Want ik dook erin om het gas dicht te draaien en dat ging niet meer. Heb je daar niet heel veel pijn aan gehad? Ik kwam s'avonds thuis, gelijk was vlak bij het havenziekenhuis. Dus daar hebben ze me een half uur onder de lauwe douche gezet. Ja? Daar ze zeggen, ja, je moet blijven staan. Nou, na een half uur gaat het wel vervelen. Dus ik was op een gegeven moment toch eigenwijs, nou, ik ga er maar onder vandaan. En toen ben ik naar huis gereden s'avonds. Eerst nog even naar de markt, naar de puinhoop bezig kijken. Maar goed, dat werd allemaal geregeld, het personeel, maar ook door de brandweer. Dat keurig netjes opgelost allemaal. En toen ben ik naar huis gereden en s'avonds brandde dat nog gewoon helemaal door. Dus ben ik maar weer steeds onder de koude douche gaan staan. Dan ging het weer even weg. En dat is eigenlijk wel 3 dagen gebleven. Maar ja, ik was opkomend ondernemer en ik wilde dinsdag weer gewoon op de markt staan. Dus toen ben ik maandag al weer gaan organiseren. De oude kraam die ik daarvoor had gebruikt, voor ik een mooie wagen kon aanschaffen, weer helemaal opgepoetst. Staalborstels eroverheen, ik had al de Russische staal. Nieuwe lakens gehaald, nieuwe zeilen gebeld. Gewoon, joh, je moet me helpen. En dinsdag stond ik weer. Maar ik kon niet bij die overkomen. Ik moest steeds erin gooien en dan moest ik weer achteruit, want dat gloeide nog gewoon na. Ben je niet bang geweest om weer achter de frituur te gaan staan? Nee, niet echt bang, want ik ben een pyromaan. Ik hou van vuur, zeg maar. Oh ja? Dus, van jongs af aan, altijd fikkie gestoken. En nog, hè. De hele Hoofdstraat die was er niet. Dus daar ben ik tussen opgegroeid. Dus je was in de opbouw bezig. Je stookte een vuurtje tussen de nieuwe panden in en zo, weet je niet. Dan zaten de agenten hier weer achterna. En, ja, was je zo'n boefje? Thuis kwam die man me ophalen en die politieagent. Die zei, mijn broer, die is 5 jaar ouder, die zei van ja, het is geloof ik Huip die een fikje gestookt. Nee, zegt mijn moeder, nee, dan moet je Bram hebben, want dat is de pyromaan. Heel mijn oogleden verbrand natuurlijk, ja, dan kon ik met hem mee. Moest ik laarzen poetsen op zaterdag. Ja, je bent ook altijd wel handig geweest, want met Pepsi heb je toen een hele mooie deal gesloten. Ja, dat weet jij nog, hè? Ja. Ik zat bij Coca-Cola. En Coca-Cola die wilde niks meedoen met het binnenwegplein. Ik ga toch eens bij Pepsi praten, dus ik bel Pepsi op. En, ja, ik zou het doorgeven aan de leiding. En na 3 uur hingen ze aan de lijn, want die kunt u komen praten. Ik zei, nou zeg het maar, nou, morgen. Oké, dus ik er naartoe met het plan bij me, zeg maar. Prachtig mooie artist impression van het binnenwegplein daar. En wat wil je dan? Ik zei, nou, ik zou dat een mooi blik van willen maken. Dat is een blik. Kunnen we daar Pepsi op zetten? En toen zegt hij van, ja, ben je dan ook bereid om met je wagens van de markt mee te gaan? En ik zei, nou ja, als de aanbieding van jullie interessant is, dan wil ik wel. Ik ga wel minder verkopen dan van Pepsi, dan van Coca-Cola. Maar ja, als het interessant is, dan doe ik dat. Nou, hij zei, nou, dan ga ik nog wel overleggen. En toen kwam hij terug met een dijk van een bedrag, waar ik alleen maar over kunnen dromen. Ja, wat bood hij? 50.000 gulden op jaarbasis voor de dingen, 10 jaar lang. Wow. Ja, echt helemaal fantastisch geweest. Wat dacht je toen? En dat natuurlijk 25 jaar geleden. Het was gelijk uit de zorgen natuurlijk daarvan. Dat, mooi man, je bent echt een levensgenieter, vind ik mooi om te zien. Ja, ik hou van het leven. Ik heb eigenlijk maar 1 pijnpuntje bij je gezien en dat was die duif. Hey Bram, heb jij tot slot voor onze kijkers nog een echte Rotterdamse tegelregel? In mijn geval is dat gewoon blijven gaan genieten en gaan. Voor je werk gewoon er zijn wanneer het nodig is. Voor je werk, maar ook voor je vrienden. Die combinatie, daar kan je volgens mij oud mee worden. En, dat is mijn motto. Lekker man. Heb je ook wel eens dat je denkt niet te hachelen vandaag?
Ja. En dan? Nou, dan lijkt me ook wel dat je dan boos kan worden. Dan ga ik het gelijk zeggen, ja. Het is geen controleren, maar als ik een zakje patat heb, dan wil ik gewoon een goed zakje patat. Ja. En als ik hem dan krijg, dan hij is droog of het zijn allemaal kleine stukjes of weet ik veel. Ja, dat mag bij ons niet voorkomen, dus dan hang ik aan de bel. Maar ik kan ook wel eens bellen als het heel erg lekker is. Dus. Ja, dat is mooi. En dat ga ik eigenlijk wel tegen ze zeggen. Hij was heel erg lekker. Ja. Ja.